Ja. So, mashallah. Ja, nu gelijk. Even de reisorganisatie bekendmaken, Tamhid. Waar staat de overal zijn? Jelle, een beetje doorlopen, jongens. Wacht even, consolideren, inshallah. Ik wacht even op een aantal kijkers, dan kunnen we even beginnen. Het is een mechkama. Mashallah, waar ga jij naartoe? Naar een museum. Hoe heet jij? Junaid. Junaid, mashallah. Hoe oud ben je? 8. Mashallah, wat wil je tegen de mensen in Nederland zeggen, tegen die jongeren? Dat ze wat? Dat ze ook hier naartoe moeten komen, toch? Ja. Mashallah. Lekker weer hier. Lekker weer hier, hè? Ik wacht even op een aantal kijkers. Vind je het leuk? Ja. Ja? Heb je het naar je zin? Wat? Heb je het naar je zin? Ja. Mashallah. Ik ga even beginnen. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba in samenwerking met reisorganisatie Tamhid. Zoals jullie kunnen zien, zijn we bij onze geliefde moskee Nawawiya, waar de profeet sallallahu alaihi wasallam ook licht, waar hij begraven ligt. Zoals jullie kunnen zien, verderop zien jullie de groene koepel. Dat was ook de huis van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waar hij samenwoonde met Aisha radiyallahu anha. Verderop daar de groene koepel. Ik moet even een beetje doorlopen, want de groep wil ik niet in de steek laten. Wat zeg je, papa? Huh? Ja, gaan we een beetje wandelen? Nou, dit is de jongste van de groep. Adam, hoe oud ben jij? Nee? Jij bent de jongste van de groep, mashallah. Nou, dat is Adam, de jongste van de Umrah groep. We gaan inshallah een bezoekje brengen aan het Koran Museum. Dat gaan we vandaag doen. Ja. Dus dat gaan we vandaag doen. We zijn gisteren met Fajr aangekomen. Dus we hebben heel weinig geslapen. En we zijn gelijk op pad. Kijk, daar zie je de groene koepel, mashallah. En subhanallah, dat is de moskee van de professionele sunnum. Zoals jullie kunnen zien. Wat ik al zei. Het allereerste gebouw in Medina, dat was het groene gebouwtje daar, dat koepel. En wat er omheen is, dat is allemaal bijgebouwd, subhanallah. En wat je hier ziet, waar mensen bijvoorbeeld hier bij de kraan staan, is allemaal zumzumwater. Hier kun je gewoon lekker zumzumwater drinken. Ik ga het even voor jullie voordoen. Ik moet eigenlijk wel een beetje bij de groep blijven. Kijk, je pakt een bekertje. Dan druk je op die knop. Dan moet je wel mikken. Verse zumzumwater. Kijk, Allahu Akbar. Dan gaan we een beetje drinken. Het is lekker dan Red Bull, hè? Alhamdulillah. Het is heerlijk, beste mensen. Het is heel wat anders dan een terrasje in Marokko, toch? Nee, ik zou echt mensen adviseren om naar de Umrah te gaan. Hey Sheikh, hey, je hebt je gelijk aangepast, hè? Mooi, hè? Mashallah, staat je heel mooi.
Ja, dan ga je zemzem water drinken? Ja, dan moeten we gelijk aansluiten. We wachten even op jullie, ja? Dus, waar ik gebleven ben, beste mensen, we lopen nu met de groep. We gaan inshallah een korte rondtijd geven eerst om de moskee van de Profeet sallallahu alaihi wasallam. Even de mensen laten zien hoe de moskee, zeg maar, eruit ziet van buiten en omgeving. Zodat ze inshallah ook de hotel wat makkelijk kunnen herkennen. Zoals jullie kunnen zien hebben wij ook ouderen die slechter been zijn. En daar houden we natuurlijk ook rekening mee. Waardoor wij mannen voor hebben lopen en mannen achter hebben lopen. Zodat de vrouwen tussen ons blijven. Dus dat is heel belangrijk. Alhamdulillah, iedereen helpt elkaar. Iedereen staat klaar voor elkaar. En daar gaat het om. Het gaat erom dat we klaar moeten staan voor elkaar. Alhamdulillah, tot nu toe gaat het alleen maar goed. Ik ben du'a doen voor mijn broertje Yusuf. Beste plek. En natuurlijk vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om elke broeder of zuster die wordt beproefd met een ziekte of met een moeilijkheid of heden. Vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om diegene shifa te geven. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om elke broeder of zuster al zijn zondes te wissen. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons kracht te geven. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om onze broeders en zusters bij te staan overal op de wereld die het moeilijk hebben. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allemaal natuurlijk rijkelijk te belonen. Amin. Jongens, Abdelhamid. Abdelhamid. Even stoppen. Anders drijft de groep uit elkaar. Pas op voor die ambulance. Aan de kant. Pas op voor die ambulance. Alhaj. Ben je hier? Nashat? Alhamdulillah. Allah hafdak alhaj jenna. Naam. Ah, oké. Okay. Tussentijd wordt de moskee zeg maar een beetje gerenoveerd. Krijgt een likje verf, zoals je kunt zien daarboven, mashallah. Zijn we de groep compleet? Nee. Die twee shuyukh zijn laat. Naam. Ja, ik probeer jullie zoveel live te kijken thuis, de volgers thuis. Dus dit is live, weet dat dit live is. Dus dat het een beetje chaotisch kan zijn. Omdat ik ook op de groep moet letten. Ja, zoals jullie kunnen zien is iedereen blij en happy. Op deze plek... Word je een hele andere mens ook. Huh? De mensen die depressief zijn, depressie gaat weg. Niks, geen depressie, niks. Nieuw. De zon schijnt, alhamdulillah, het is heel warm. Wat denk je hoe warm het is, Abdelhamid? 28 zo? Het is wel heel warm, subhanallah. Even kijken. Ja. Schoonmakers zijn hier ook actief, zoals jullie kunnen zien. Het wordt altijd netjes schoongemaakt hier. Je ziet bijna geen troep op straat hier. Subhanallah. Mensen zijn hard aan het werk, zoals jullie kunnen zien. En wat zo mooi is... op deze plek en in Mekka is dat je alle nationaliteiten ziet. Je bidt ook met verschillende mensen, je buurman,
Ja, die komt bijvoorbeeld uit Pakistan of uit Turkije, noem maar op. En dat is die eenheid, subhanallah, die saamhorigheid in de islam. En liefde. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mensen groeten je, mashallah. Het is ook de reisleider van, of ik bedoel de reisleider van de Koran Museum. Zoals jullie kunnen zien. Die gaat ons begeleiden. Ik doe zeker dua voor elke broeder of zuster op de wereld. Ergens op de wereld die het moeilijk heeft. Of die ziek is. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om alle moslims op de wereld. Diegene die ziek is. Om een shifa te geven. Om geduld te geven. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn beproeving minder zwaar te maken. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala elke moslim, broeder of zuster. Die op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala ook doneert of iets doet omwille van Allah om het van hem of haar te accepteren. En natuurlijk ons allemaal rijkelijk te belonen. Amin. Jalla, kom op mensen. We gaan het museum naar binnen. Abdelhamid. Jongens, wacht even daaronder. Abdelhamid. Even wachten daar ook. Even wachten. Gaat goed? Alhamdulillah. Al-Hajj. Al-Ziyar. Al-Hajj, al-Ziyar. Allah heeft kom. Naam. Hou jij eens in de gaten, broer? Ja, wat ik al zei, we hebben wat ouderen die slechter been zijn. We moeten heel rustig aandoen. Jongens, goed zo dat jullie daarachter blijven. Savin. Nou, hier links gaan we naar binnen. Dit is de Koran Museum. Ik hoop dat we mogen filmen. Ik ga het vragen. Dan hebben jullie gelijk de excursie bijgewoond. Nou, daar staat het, de Holy Koran Exhibition. Zie je, hier gaan we naar binnen. Beste mensen, ik hoop ook dat ik bereik heb binnen. Salaam alaikum. Oh, lekker koel hier hoor. Mag je hier filmen, Abdelhamid? Ja. Ja, oké. Okay. Salaam alaikum. Het is mooi om te zien, mashallah. Kun je een beetje zeggen wat we gaan doen? We zijn hier dus bij het Koran Museum. Hier wordt een aantal alles over de Koran verteld, het ontstaan van de Koran. En het zijn best wel leuke verhalen waar we stil gaan staan. Uiteraard wordt het gedaan door in ieder geval Mashayikh, die een hele goede tilawa-recitatie hebben en ook een hele mooie stem. Ja. Dus tegelijkertijd hoor je een eier en ook die feeling, het gevoel van. Ik vind het altijd een mooi moment om hier te zijn, om het even mee te maken en vooral stilstaan bij de Koran. Want uiteindelijk, dat is onze hoofdrol. Nou, ik. Oké, de vrouwen zitten aan de linkerkant, de mannen zitten aan de rechterkant. Tel eens even, Abdelhamid, of de groep compleet is. Ja? Ik ben even nu. Adam? Hey! Ja, ik denk dat we compleet zijn, toch? Dan gaan we zo naar binnen, inshallah. Ja, het Koran Museum. Oh, dit doekje. Van het doek van de kaart. Dat zal zo'n ding de Sheikh wel vertellen, maar ik vertel het alvast. Nou, zoals jullie kunnen zien, zoals de broeder Abdelhamid zegt, dit is echt een stukje doek van de Kaaba. Inshallah, zo ziet het van dichtbij eruit. Kijk, zoals je ook kan zien, zit er een glazen wand voor. Anders gaan mensen eraan zitten of scheuren.
je kent dat wel, nemen ze het mee naar huis. Omdat het dan weer een waarde heeft. Dus vandaar die glazen wand voor. Het is in ieder geval cool hier dan. Zometeen gaan we, zodra we naar binnen gaan, er is daar een Koran die gemaakt, die geschreven is door een vrouw met naald en draad. Zo. Ze heeft er meer dan 30 jaar over gedaan. Deze vrouw, een huisvrouw met veel kinderen. En zij heeft deze Koran met naald en draad geschreven. Dus, ze is in 1997 begonnen. Horen jullie dat, vrouwen? In 2018 is ze klaar. Dus een hele Koran geschreven met naald en draad. Maar het mooiste weer daaraan is, elk moment als ze dus de Koran ging schrijven, ging ze eerst het wudu verrichten en ze deed altijd na het Fajr gebed. Dus, of tenminste, ze deed dan wudu en ze ging het schrijven met naald en draad. En subhanallah, zo kun je ook de geschiedenis ingaan. Nou. Je gaat de geschiedenis in met, als een persoon, de Koran is hier. En een stukje is ook op YouTube. Ik zal het nog in de groep gooien, zodat jullie een beetje... Ja, dit is gewoon meer... Het geeft ons natuurlijk wel een, iets goeds. Hij moest het ook zeggen. Is het Engels? No, af van Arabisch. Nee. Koran, Arabisch, broer in Arabisch. Hoe kun je Arabisch? Dat kun je niet. Bidel, maar zo'n. Hala, moet de laat hem anders... Laat hem anders Engels praten, jij gewoon Arabisch. Alhamdulillah. We gaan zo naar binnen. Adam. المعرض نتحدث عن حقوق المسلمين من قبل زمن السابقين السابقين في فكرة القرآن وحفظه إلى أيامنا هذا في عصرنا هذا وفي هذه البلاد المباركة وأيضا نتحدث عن كيف يزداد قوات عديدة يزداد بذلك يعني قرابة لكتاب الله تعالى نتقرب إلى الله تعالى بهذا الاهتمام لكتاب الله تعالى نسأل الله تعالى رب العرش الكريم أن يجعل هذه الزيارة في ميزان حسناتنا. آمين يا رب العالمين. تفضل نبدأ بك. يلا خان بخير الناس. بسم الله. We krijgen nu de rondleiding binnen het museum, inshallah. Dus jullie mogen meegenieten, mensen thuis. Dan ben je voorbereid voor de, inshallah, voor de umra die je gaat doen binnenkort samen met ons. تفضل ايها الزوار الكرام هذا الكتاب العظيم هو كلام من رب عظيم انزله الله تعالى بواسطه اعظم الملائكه جبريل عليه السلام الى قلب اعظم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث الى اعظم الامه هذه الأمة المباركة التي وصفها الله تعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب المنزلة قبل القرآن التوراة لموسى عليه السلام والزبور لداود عليه السلام والإنجيل عيسى عليه السلام ثم القرآن على هذه الأمة. إلا أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذه الجهود في حفظ القرآن هي التي سنقف عليها في القاعات التالية في هذا المبارك الكريم في هذا المعرض الكريم طيب.
Kijk, hier kun je mashallah ook Koran luisteren. We hebben hier van die oordopjes, zeg maar van die hele grote. Die kun je gewoon dan bij je oren doen en dan toets je wat je wilt luisteren. Dus we gaan hem even terugzetten. Zo. Vrouw aan deze kant. Koranboek heel mooi geschreven. Ze gaan hem maken. Hij is de Koran, ayat ba'd al-ayat. Maar de Koran jumlatan wahida. كما نحن اليوم نقرأ من بين الدفتين من سورة البقرة إلى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وإنما أنزل مفرقا منجما وكان عليه الصلاة والسلام كلما جاءت الآيات يقرئها على الصحابة بعضهم يحفظونها وبعضهم من كتاب الوحي يكتبونها بأمر منه صلى الله عليه وسلم وهكذا استمر الأمر إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقد كتب القرآن كاملا غير أنه لم يكن في مكان واحد إلا في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي أيام خليفة الراشد رضي الله عنه 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 Een beetje moe. الذي نرى هنا يا إخوة من المصاحف التي ترجع أيام كتابتها إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذا المصحف مكتوب بخط الكوفة وهذا المصحف ليس هو المصحف الأصلية مصحف الأصلية مكتوبة ومكتوبة وهذا المصحف هذا المصحف يا إخوة لو نطاه جميعا من أول إلى آخره ونقارن بينه وبين المصاحف التي بين أيدينا اليوم فلا نجد فيها أي اختلاف فيه أي اختلاف لا في ترتيب السور ولا في تفصيل الآيات لا إجابة إلى حفظ الله تعالى لهذا الكتاب العظيم نقول ربنا في العلى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا من وجه آخر يبين لنا ويوضحنا أن فضل الصحابة فهؤلاء بعدما حفظوه في الصدور هكذا حفظوه في السطور في الكتب وكتبوه وهكذا وصل إلينا ف
فلذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عثمان رضي الله عنه الذي قام بجمع الثاني يعني الجمع الأول في عهد أبي بكر وجمع الثاني في عهد عثمان الذي كان هذا الأمر تحت إشراف عثمان رضي الله عنه في عهده كان من حفاظ القرآن الكريم، كان يقوم ليلة بركعة ويقرأ فيها القرآن ضحوا بأشمط العنوان السجون له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هذا عثمان فرضي الله عنهم وقبح الله من يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء حفظ الله بهم الدين. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياهم في زمرة آمين يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هيل كورت سخرين فرطالة وفرس فتلت سفيل فتلت مار كهوفت يعني de Koran die we vandaag de dag hebben, is natuurlijk door Allah Azza wa Jal openbaard via Jibril alayhi salatu wa salam, door onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar de Koran is bij elkaar gebracht in de tijd van Abu Bakr. We hebben opdracht gegeven om te verzamelen, want de presentatie, de ayahs waren niet in de boek zoals we wel het boek volgen zoals we die kennen, maar in de tijd van Uthman, radiyallahu anhu, hij heeft met zijn eigen geld heeft hij voor gezorgd dat de Koran is zoals we die vandaag hebben. Dit is een exemplaar, een kopie, want de echte exemplaar is dus van Uthman. Dus de echte exemplaar ligt in Istanbul. Die zit in het museum in Istanbul, voor degenen die daar zijn geweest, die hebben dat misschien wel gezien. En hij is geschreven met een gat in Kofi. Dus, maar het belangrijkste is dat de Koran, zoals dat hij met de ayah is onveranderd gebleven. En het is natuurlijk, zoals Allah Azza wa Jal in de zin dikker, innahu lahafidun. Allah Azza wa Jal is degene die de Koran, wat er ook gebeurt, niemand kan het veranderen of manipuleren. Manipuleren. Waarom? Vandaag de dag, wij nemen een kind van 6, 7 jaar en hij kent heel de Koran uit zijn hoofd. Dus, subhanallah, dat is het heffen van Allah Azza wa Jal. Dus dat is even kort, maar ook belangrijk stilstaan bij de metgezellen van de profeet, de sahaba. Die zijn door Allah Azza wa Jal uitgekozen en hun hebben deze dien gebracht zoals dat die vandaag de dag is voor ons. We gaan door naar de andere zaal. Zakallah, heren. Mocht mijn internet uitvallen, dan is mijn internetbundel afgelopen. Dus dan weten jullie dat, mensen thuis. Mocht ik wegvallen, dan is mijn internetbundel op. Stuur mij maar bel te goed vanuit Nederland. Mannen naar de rechterkant. القرآن ألا تكون يعني تقرأ القرآن إلا على طهارة.
لتكون على أكمل الأحوال. وبعد هذه الجهود هذه المرأة كانت مناها وقصدها أن تهدي هذا المصحف إلى هذه المدينة النبوية، ولكن لم تكن تعرف كيف تفعل هذا، فما أن خلصت إلا وفتح الله لها بابا تأتي هنا في هذا المكان المبارك في هذا المعهد الكريم وتضع هذا المصحف بيدها في هذا السبب. هذه المرأة لا تقل لي من السنة لعبد الحسن السابق كانت معنا هنا قبل أقل من 14. فهنا يا إخوة لك عندنا نحن أحسن أنفسنا، ماذا نحن قدمنا لدين الله؟ وما هي الجهود التي ينبغي أنا وأنت أن نبذلها في خدمة القرآن الكريم حتى نكون من أهله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل أنا من أصحاب القرآن؟ هل أنت من أصحاب القرآن؟ كيف نفعل ذلك؟ أن يكون لنا أوقات لسماع القرآن ولنا أوقات لتلاوة القرآن. كل واحد يسأل نفسه هل أعرف كيف أقرأ القرآن؟ لا قراءة يعني كل القراءة، أقول قراءة مفصلة. هل تعرف كيف تقرأ القرآن بالتجويد قراءة صحيحة؟ إذا تعرف هل تفهم ما تقرأ؟ إذا تفهم هل تعمل بما فيه؟ لا دليل. هل تعلم غيرك؟ ما هي يعني المناهج التي تسلكها في تعليم كتاب الله تعالى لأبنائك وإخوانك؟ هذا كل شيء ينبغي أن نهتم به. الله تعالى سيسألنا عن هذا الكتاب، هذا المصحف. بعد ذلك هذه المرأة أعطته كثير أكثر. هذه المرأة هذا المصحف قرأه عدد من قراء القرآن الكريم، عدد من القراء ولم يقفوا لها على خطأ. فنسأل الله تعالى أن يجعلها وإيانا من أهل. آمين يا رب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. نسأل الله أن يجعلنا heel erg kort. Het boek wat jullie voor jullie zien, uit diverse boeken, is geschreven, tenminste is één Koran, maar diverse delen, is geschreven door een Pakistaanse vrouw. Zoals we hebben gezegd, een Pakistaanse vrouw, die heeft op een stukje doek, heeft zij geschreven met naald en draad. Deze Pakistaanse vrouw, ze beheerst amper de Arabisch. Ze beheerst, is geen Arabische vrouw. Dus dat is al één. Dus ze komt uit Pakistan, noemen ze Ajami. Zij heeft geschreven, dus heel deze Koran heeft ze geschreven. En dit deed ze altijd op het moment dat zij dus wudu verrichtte. Dus om het tahara, dus dat wij wudu verrichtte, begon ze deze Koran te schrijven. Ze heeft er meer dan 30 jaar over gedaan. En ze heeft de Koran hier zelf gelegd met haar eigen hand. Heeft ze gegeven, aangeboden aan het museum van Medina. Het belangrijkste les wat we hier uithalen is, wat heb jij of wat heb ik gedaan of wat doen wij met de Koran? Dat is een belangrijke les die wij uithalen. Deze vrouw heeft haar geschiedenis geschreven. Inshallah, in de toekomst zullen mensen hier komen en zullen haar naam nog steeds blijven herhalen. Maar wat heb jij gedaan of wat heb ik gedaan voor de islam of zowel voor deze Koran? En belangrijk is, deze Koran moeten we blijven lezen, blijven onthouden en blijven leren. We gaan. Deze vrouw leeft nog. Kijk, subhanallah, deze Koranboek is gemaakt met doekjes. Zie je dat? Als jullie goed kijken, is gewoon een stukje stof. En die stukje stof heeft ze gewoon genaaid met touwtjes. Het is geen papierwerk, nee, het is echt een stukje stof en met touw genaaid, subhanallah. Weet je hoeveel tijd hier in is gegaan? 30 jaar, zei hij dus, subhanallah. En dan hebben de mensen moeite om het te lezen. Laat staan maken of schrijven. Ga naar de volgende, inshallah. Hier zie je verschillende Koranboeken, subhanallah. Hoe mooi in de rij. Zullen we hier dan kijken? Ja. Jalla, we lopen even door, inshallah. Even met de groep blijven.
Het is een soort bioscoop. Ja, maar het, heel goed, Abdelhamid. De jongeren staan en de ouderen mogen zitten. Verder, inshallah. Voor de mensen die pas zijn ingeschakeld live. We zijn met een excursie bezig. Koran Museum. Met de Omra groep van Stichting Najiba en reisbureau Tamhid. Dus we nemen jullie gelijk ook mee live. Zodat jullie hiermee van kunnen genieten. Dus het Koran Museum in Medina. Hier wordt teksten van de Koran opgeschreven. Zoals je kunt zien, een bureautje. Brahim, heb je het naar je zin? Sowieso. Ja? Ik vind het genieten. Alhamdulillah.
هنا أتينا إلى نهاية المعرض. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم. آمين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل القرآن الكريم. آمين. ويجعلنا من العالمين العاملين. آمين. ولا يجعلنا من الذين تركوا القرآن وراء ظهورهم. قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه بأن الناس تركوا القرآن وهجروه. قد تقول: كيف أنا هجرت القرآن؟ الآن موجود في جوالي نسخة، وفي بيتي عندي نسخة، وفي سيارة نسخة. نعم، هجرنا القرآن لا نقرأه، هجرناه لا نتعلم معانيه، هجرناه لا نعمل بما فيه، هجرناه لا نستشبع به، هجرناه لا نعلم غيرنا إياه، هجرناه أشياء كثيرة، صور من هجران القرآن كثيرة. فنعوذ بالله أن نكون من الذين هجروا كلام ربهم. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. شكرا لكم على الزيارة، نراكم مرة أخرى. بارك الله فيكم. وعندنا هنا في هذه القاعة فر مسدي سوفينيرز بالكوبر. يريد أن تكون له نسخة يضعها هدية لنفسه أو لآبائه، فهنا بسعر مناسب للزوار. شكرا لكم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. It is a souvenir to scope. بارك الله فيكم. والسجادة ما شاء الله. كيك نيت كوبو. خذ كيك. ها؟ أي شو يو؟ أيوني سعد، أيوني سعد الناس بتخيل. ترك دي إيرل. ها؟ أو كيك نيت كوبو. سوسي خشخات أخطر. هاي ادم هاي بابا هاي بيت لوك خات بس لوك بابا ادم فوتشيت لوك سامع مرت اخذ الناس فوتشو نت لوك تانس اوف ان ذا ميوزيوم Nee? Hé, hey, vond je het niet leuk? Hey, we hebben alleen maar speeltuin, hè? Ik zeg alleen maar speeltuin. Zo, hier is mama. Mama is hier ook. Goedendag mensen thuis. Goedendag. Assalamu alaikum. Hé, hey, mama. Al-Hajj, krijg je een beetje de Koran of niet? Abdelhamid. Oh, wat dagen. Krijg je een beetje de Koran of niet? Ik is zo. يا نعم انا صافي امين بايت وقت هذه تبغى خلوبه بقوا هنا يلا رد عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عبد الحميد قلت لي فصاونا الروس وخا نكوبه يا فور دي مفراو ان شاء الله يا ندوزو دات ان شاء الله مخاني جو ريكين دبسله يا خا ودانتو يا بوقت يونس We wachten buiten jullie. Neem jullie tijd. Wij wachten buiten op jullie. Dat is een kliniek, toch? Ja. Ja, dat is een kliniek. Ja, daar was ik vorige keer ook geweest. Gewoon om kun je gewoon mensen bezoeken. Hier, dit is een kliniek, hè, dit. Waren we vorige keer ook naar binnen geweest. Ik was toen met Yusuf naar binnen gegaan. Kun je gewoon mensen bezoeken. Dat is gewoon paal naast de moskee. Zie je? Hier is de moskee en hier is de kliniek. We wachten nu even op de groep die nog even leuke dingetjes binnen aan het kopen zijn voor als souvenir. En dan gaan we Abdelhamid, waar gaan we naartoe? We gaan zo naar
32 باب السلام. باب السلام اوكي. ما تعاوتتين؟ باب السلام مس الدور دي لايت نادو فاطمة البروفيت صلى الله عليه وسلم. شنو هاد الناس اللي زيارة غان دون ريختين د الروضة الشريفة كنز دار انا بينا فا. ان شاء الله. Ja, dan moet ik. Binnen mogen we niet filmen. Nou, je mag wel filmen. Ja, mogen we wel? We kunnen de mensen thuis meekijken, ze vinden het hartstikke leuk. Dus. Ja, zoals jullie kunnen zien, subhanallah. Het is niet voor iedereen weggelegd, dat luxe. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons voorzien van een goed hotel. Maar zoals je kunt zien, mensen van Pakistan die moeten echt hier op de grond slapen, zoals je kunt zien. En niet iedereen heeft het luxe. Maar alhamdulillah, deze mensen zijn al blij dat ze op deze gezegende plek zitten. Of niet, Abdelhamid? Ja, daar gaat het voor hun om. Gunsten van Allah zijn onnoembaar, zijn zoveel gunsten. En een van de belangrijkste gunsten is dat wij met onze sigha vandaag de dag, dat we toch hier zijn. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En wat wil je nog meer? Er zijn mensen die willen een droom om hier naartoe te komen en het lukt ze niet. Of ze hebben het financiële niet. Nou. Of hun gezondheid gaat het niet toe. Nou. En wat zo jammer is, is dat toch mensen in Europa, alhamdulillah, voorzien zijn, maar toch niet naar deze plek komen. Ja, het ligt eraan. Bepaalde mensen hebben natuurlijk prioriteiten ergens anders op te leggen, dus andere reizen. Maar we moeten eerlijk zeggen, wij van de reisbureaus zien wel enorme verandering. Alhamdulillah. Heel veel jongeren en jullie voor deze plekken kiezen. Alhamdulillah, en daar gaat het om. Wij zeggen altijd, je moet niet kijken naar de politieke gebeuren of de rondom. U komt naar twee geweldige plekken. Nee. Dus kijk daar nog. Heel veel mensen zeggen, ja, we geven geld aan weet ik wat, aan Trump of niemand, dat soort zaken. Dat is allemaal niks van doen en niet. Nou, ja, wat ik daarmee bedoel is, ik vind dat mensen, als ze de financiële middelen ervoor hebben, moeten ze hier naartoe komen. Moeten ze hier naartoe komen, hun geld hier ook aan besteden. Want het geld wat je hier aan besteedt, krijg je grote hessen net voor terug. Zeker te weten. Wat vind je dat? Want in deze gezegende moskee van de Profeet sallallahu alaihi wasallam, het geldt alleen voor deze moskee. Iedereen die hier bidt, krijgt de beloning van 1000 salah, beste mensen, subhanallah. 1000. Niet net als in Nederland of ergens in Europa dat je 27 hasanat voor krijgt. Nee, in Medina krijg je 1000, subhanallah. Maar dat geldt alleen maar in de moskee van Medina. En in de moskee van Haram, Masjid Haram, dat is waar de Kaaba zit. En de moskee-omgeving van Kaaba, dus de hele gebied, daar geldt 100.000. Dus niet alleen de moskee waar de Kaaba zit, maar ook de moskeeën om de Kaaba geldt als je daar bidt 100.000 hasanat. Alleen in Medina niet. In Medina geldt de hasanat van 1000. En de moskee om Medina niet. Ja, we gaan naar Rosula. Alhaj, wat heb je in Rosula gezien? Waحد ولا جوج? جوج صافي خير ان شاء الله ان شاء الله صافي كيك er zijn toch wat oudere mensen met ons mashallah zoals El Hajj en zijn vrouw sommigen zijn slechter been en dan wordt het heel moeilijk voor ze كيحرق لك الطريق المرا ديالك نعم Daarom, dit is ook gelijk het bewijs voor heel veel jongeren die zeggen van ja, ik wil later naar Medina gaan of later naar Mekka als ik ouder ben. Als je ouderdom bereikt, ja, dan heb je overal pijn. En dan gaat het ook heel moeilijk. Daarom vind ik gewoon, wanneer jij jong bent en sterk bent, moet je nu komen, zodat alles makkelijker gaat. Khair sallallahu alaihi wa sallam. Allah is shafiq al-hajj. Jami' al-muslimin. Is iedereen er of niet, jongens? Alleen die drie. Ah, jullie hebben veel geld, mashallah. Wat hebben jullie gekocht? Voor je vader. Kijk, dat is het mooiste cadeau wat je maar kan geven aan je ouders. Subhanallah, kijk hoe mooi, man. Maak eens open. Het is voor mezelf en voor mijn vader. Loma Berk, mogen Allah jou belonen. Ik hoop dat je vader niet kijkt. Gewoon aan je.
Dat is ook wat je moet wensen. Ja. En jij broer, wat heb jij gekocht op de Koran? Mashallah. Cadeau voor jezelf. Ja, zo hoort het. En jij broeder? Ik heb deze gekocht voor de kleintje. Wat is dat? MP3 zeg maar, Koran. Oké, laat maar bergen. Dit is voor de vrouw. Dit is voor je vrouw? Ja. Mashallah man. Beste cadeau wat je maar aan je vrouw kan geven. Broer, ja man. Beter dan goud? Nee, goud is niet. Ja, vrouwen, sommige vrouwen willen allemaal goud. Nee. Huh? Koran is beter, dan goud, hè, broeder. Ja. Mashallah. Goud is blikwoord. Je hebt gelijk. Blikwoord. Maar Sheikh, Sheikh, خلصنا منه عشان كم هذا شيخ؟ 120 ريال؟ سبحان الله الحمد لله كافي 100 ريال 100 ريال 120 نعم 100 ريال je moet wel afdingen hier hoor niet alles geven hè بارك 100 ريال لا لا 100 شيخ 100 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة بارك كافي 100 ريال wel afdingen het is net of je op de markt bent broeder niet hè We hebben het van de Hollanders geleerd. Dit zijn de leuke momenten na de salah, subhanallah. Godlam, jullie moeten wel afdingen. God, niet wat ze. Kijk, ga ik een miljoen ashering geven? Wilt u een miljoen ashering geven? Schat, wil je wat hebben of niet? Moet ik wat voor je halen? Wat is er? Ben je moe? Ja, weet je niet, alleen water als je wilt. Wil je water? Ja. Voel je niet goed? Nee, ik voel me goed hoor. Abdelhamid, water. Waar kan ik even water halen? Even, ik moet even water voor van de oudere mensen halen. Ja, gaan we zo doen? Of ja, zimzim. Helemaal vergeten. Hé, hey, schat. We gaan zimzim drinken. Genoeg zimzim hier. Helemaal vergeten. We gaan daar naar binnen. Kijk, daar heb je zimzim. Zie je? Kun je gewoon lekker zimzim drinken. Ja. Of ga jij maar vast. Wacht gewoon op ons daar, ja? Dag, Adam. Adam. Doei, baba. Ga je water drinken? Safi, misschien het schrappen maar. Hoe is het, broeders? Hebben jullie het naar jullie zin? Ja? Ja, echt? Alhamdulillah. Dat is goed om te horen. Sim Barak. Gaan we? Jalla, tfaddal. Tuhridni. اصحاب عشك عسكري ما شاء الله هيدا كم بارك كن عسكري يلا يونس شباب اي يونس بدو خروب خاطر يلا تعالوا بنا بينا نعم نوض غدا بكريه اييه 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 عساي ان سولدات موت مورغس فروغ اوبستان دات اس ان سولدات اوكي خليك هو كان في العسكر يلا خافه يلا غير بشوية عليكم غير بشوية عليكم هيدا قال الحاج غير بشوية عليكم الحاج دابا شوية غنمشيو نشريو كروسة إن شاء الله دابا بعدين ندخلوا للمسجد ونمشيو نشوفوا هذيك القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم من فوق غنساليو ونمشيو نشريو كروسة إن شاء الله صافي علي سالينا ما شاء الله مان اكسكيوزز بيسمنس تاس De mensen ook hier begeleiden, dus
mijn excuses daarvoor. We gaan nu inshallah gaan we naar de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. We gaan naar binnen. En we gaan het graf gaan we bezoeken van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Daar liggen drie graven naast elkaar. Het graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Daarnaast zijn schoonvader Abu Bakr radiyallahu anhu. En daarnaast de grote metgezel Omar radiyallahu anhu. We gaan ze daar nu bezoeken. Ik zou zeggen, blijf kijken. Deel deze video ook. Zodat mensen live kunnen kijken waar wij inshallah naartoe gaan. Om de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te bezoeken. Nogmaals, mijn excuses. Ik ben ook rond om me heen aan het kijken zodat ik mensen niet zoek ben. Is alles gelukt, broeders? Ja, man. Roep ze. Kolom, de groep is al weg. Je kunt er nog later terugkomen om te kopen. Dus inshallah, we gaan nu met de groep richting de moskee. Ik heb de groep even gestuurd. Ze gaan even eerst zimzimwater drinken. Want zoals jullie weten is het hier heel heet, warm. Subhanallah, ik denk wel nu rond de 30 graden. Dus hoe later de middag bereikt, hoe warmer. We gaan dan. Heb je water, schat? Adam, wil je geen water? Lekker zimzim drinken. Hé, wat is je zimzim? Nee, moet papa je met rust laten? Geen zin vandaag met de vader? Dan niet. Zelf, Jan, hem ziet. Vandaag zijn we geen vrienden, hè? Of ben je jaloers? Adam, ben je jaloers dat ik met andere mensen praat? Papa geeft jou vanavond aandacht. Zelf, hij geeft jou vanavond aandacht, inshallah. Hij wil alleen maar lopen. Al-Hajj, schrap zimzim. Schrap zimzim. Gratis. Het is gratis. Hè? Huh? Nee? Kost niks, het is gratis zimzimwater. Al-Hajj, schrap die zimzim. Je hebt zacht kom. Nu is het mijn beurt. Deze mensen, door het te veel praten is mijn mond droog. En dat kun je alleen maar. Oh, barakallah. Kijk, zie je. De broeders. Ik ga mijn telefoon aan de linkerkant vasthouden. Want anders gaan mensen weer denken dat ik met links drink. Bismillah. Het is toch lekker, maar een mooie uitzicht toch? Als je lekker zo'n water drinkt. Dit is het uitzicht, subhanallah, die we hebben. Een mooie ruitje kun je niet wensen. Ja. Maar het is wel lekker, hè? Oh nee, ik dacht dat mijn belt goed op was. Heerlijk. Maar hij sprong gewoon automatisch over. Maar kun je mensen thuis vertellen hoe die smaakt? Normaal zou ik zeggen, deze moet je zelf komen proeven, broeders en zusters, maar online is een aanrader. Heerlijk, hè? Heerlijk. Vooral met het warme weer, hè? Ja, zo is het warm. Ik zou zeggen, kom hier met z'n allen naartoe. Ja, heerlijk. Lekker, jongens? Ja? Ja? Hey, wel, het is gewoon zimzim, toch? Meen je dat nou? Meis vertelt wel. Maar Abdelhamid, meis vertelt dat het gewoon met dit wel zimzim is. Niet? Dan hebben ze ons voorgelogen, Allah omstaan. Dus beste mensen, dit is geen zimzimwater. Ik vond dat een raar smaken. Daar hebben we niks gezegd. Ja, Lalhadja. Ik vond dat een raar smaken, jongen. Wat ik, ja. Ik wil het niet met de camera, broeder, maar. Ja. Ik wil het drinken. Ik wilde
Die vissen. Ja, dat doen ze ook. Kom ook op YouTube, net als die mensen die in het valse water gaan. Is iedereen er? Hele groep er? Ja. Jezus, jezus. Ik ben geen zin in. Ah, waarom alleen nou? Zin in. Ik heb er maar aan. Ja. Zin in, maar om het zag niet, voor Jemma. Had ik het biedt ook niet. Zin in, geen zin in. Ah, subhanallah. Alhamdulillah. Ah, bij de groep blijven, hè? Ja, subhanallah. Kijk. Wallahi, we hebben echt een hele mooie groep. Echt. We hebben echt een leuke groep. Alhamdulillah. Hoe is Hadja? Alhamdulillah. Ja, echt hè? Jullie horen de Hadja op de achtergrond. We hebben echt een hele leuke groep, mashallah. Ja, alhamdulillah. Wallahi, het is echt een aanrader om met je moeder te komen, met je oma te komen, met je tante te komen. Ooms, weet je, de groep is echt leuk, de sfeer is leuk. Weet je, iedereen is happy, iedereen is blij. Vooral als je deze groene koepel ziet voor je neus. Hier waar de profeet sallallahu alaihi wasallam ooit heeft geleefd. Kijk beste mensen, hier heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam geleefd met Aisha radiyallahu anha. Bij die groene koepel, dat was het eerste huis. Een kleine huisje, moet je kijken wat er omheen is gebouwd, subhanallah. Dit is allemaal eromheen gebouwd, subhanallah. De moskee is gigantisch groot, mashallah. En we gaan jullie proberen een glim te geven van het graf van de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn schoonvader Abu Bakr radiyallahu anhu en de grote metgezel daarnaast. Ze zitten met z'n drieën naast elkaar, Omar radiyallahu anhu. Dat gaan we nu bezoeken. Zoals je kunt zien, het wordt altijd schoongemaakt, gewoon 24 uur. Zoals je kan zien hier, je ziet ook helemaal geen papier op de grond, geen viezigheid op de grond. Het is gewoon netjes. Iedereen is tevreden, iedereen is blij. Alhamdulillah. Want op deze plek is ook gezegend, subhanallah. Alhamdulillah. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook hierover verteld, over Medina. Dat deze plek gezegend is. Dat de mensen hier gewoon blij zijn. Subhanallah. Naam? Mijn naam is nu Shabab. Hé jongens, kom even bij de groep, Larda alaikum. We kunnen beter onder die massa staan, Abdelhamid, voor de zon. Ik zou zeggen, beste mensen, deel de video. Deel deze live sessie, Stichting Najiba. Met de reisorganisatie Temhit. Jullie hebben al mooie beelden gezien. We komen net van het museum vandaan. En nu gaan we naar het moment van de waarheid. Namelijk het graf van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Die daar straks binnen te vinden is. Zoals je kunt zien. Maar we gaan eerst even hier verzamelen met de groep. Kijken of iedereen compleet is. En dan gaan we inshallah naar binnen. Ik probeer zoveel mogelijk niet de vrouwen te filmen, maar de mannen. Ik hoor nog wat. Hadi Beb Sega. Beb Sega. Ik heb een Beb Sega. Ik heb een Marokko. Ik heb een Beb Sega. 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 Dus dit is de deur Beb Sega. Vanaf hier kunnen de mannen naar binnen gaan om de graf van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam te voeten. Een graf van Abu Bakr Siddiq en de graf van Omar. Radiyallahu anhuma jami'an. Daarnaast heb je ook, dus voor graf, heb je Rauda Sharifa. Want zoals de profeet. Luister goed, die Rauda is heel belangrijk. Luister goed. Zoals de profeet Sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd in de hadith: Bijna minbari wa baiti, Raudatun min riyad al-jannah. Tussen mijn preekstoel en mijn huis is er een plek van een paradijs. Dat is Rauda. Hoe kun je die Rauda herkennen? Dat is een groene tapijt en waarom gevochten wordt. Dus dit is een plek met een groene tapijt en waar ook gevochten wordt om daar te bidden. Dus
is heel moeilijk om een plek te vinden om daar te binnen. Voor de mannen, die kunnen hier naar binnen gaan. Die kunnen hier naar binnen gaan. En uiteraard zag je de dua van de Goede Messie. Roman, dus zeg je dua en dan ga je naar binnen en dan ga je te schrijven bij de graf van de profeetsreizen, de graf van Abu Bakr en de graf van Omar. En daarna, inshallah, dus, wanneer je tijd hebt, kun je het werk aan de Rode Sharifa binnen als de plek is. Zo niet kun je overal binnen in de moskee. En ik loop met de vrouwen, want vrouwen mogen hier niet in, loop ik apart. Aan de andere kant ga ik de vrouwen apart wat vertellen. Alleen de vrouwen kunnen de graf nu niet bezoeken van de profeten? De vrouwen hebben aparte tijden. Ik heb het in de groepen heb gedeeld. Dus daar maken we een aparte groep van. Dan gaan we apart. Maar nu kunnen de mannen met Murad mee. Wacht heel even jongens. Voordat we gaan. De mannen kunnen met Murad mee. Ja. En de vrouwen gaan met mij. Ja. Ja. Voordat we naar binnen gaan. Jongens. Jongens, even luisteren. Voor de mannen, voordat we naar binnen gaan, Abdelwahab, even luisteren, het is heel belangrijk. Voordat we naar binnen gaan en we gaan de plek rode bezoeken, het is groene tapijt. Het is niet de bedoeling dat je daar tarawih gaat bidden. Ja, want dat heb je wel, mensen gaan daar tarawih bidden. Ze blijven daar heel hangen, waardoor je druk, duwwerk krijgt. Het is van de sunnah dat je twee rak'at gaat bidden. Twee rak'at sta je weer op, geef je iemand anders weer een plek. Het is ook beter als we elkaar gaan beschermen daar. Want het is gigantisch druk. Mensen gaan duwen, trekken. Wij moeten hun niet nadoen. Wat wij moeten doen, het beste is wat je kan doen, is een kring maken. Laat iemand bidden. Als hij klaar is, gaat de volgende. Dus om de beurt gaan wij bidden. Je moet een kring vormen. Want het is echt alleen maar duwen en trekken werken en dat willen wij niet. Wij willen dat onze daden geaccepteerd worden. Wij gaan daar niet om te vechten. Waar ik geloof ik om. Want nu ga je enkel de kamp bezoeken. Ja. En het gebed kun je beter andere. Kunnen we vanavond doen dan? Dan gaan we gelijk in één keer doorlopen, maar het is dan ook druk, hè? Dan lopen we gelijk door, inshallah. Wat moeten we nou zeggen als we binnenkomen? Waarom staat naar Abu Abu Ghraib? Naam, Allah. Waar is die du'a? Ja, deze. Deze? Ja, die kun je ook opzeggen. Die kun je ook opzeggen. Die kun je ook gewoon opzeggen. Ja, de graf van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Pas op voor die vrachtwagens of die schoonmaakwagens. Ik ga zo even binnen alles uitleggen, het is te veel herrie. Ja. Abdelwahab. Ja, neem het voor mij even over. Want ik heb het iedereen bij de groep. We gaan beginnen. سلطان القديم مفتحنا كيف سوف تنزيل استعد على المنسى الأرض الزبادة فقط فور دي الروضة فقط 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 الحج بريودة إسخان دي هيلا ما دي تسخان فوق المنسى يا سبحان الله druk het met de Rodan. Is het hier, Rodan? Ik ga je zo laten. Rodan is meer die kant. Probeer met de groep te blijven. Dat
als jullie even hier staan, Abdoua, heb jij even daar staan? Ja, ja. Die jongens hier, Abdoua, heb je daar staan? Daar gaan. Zoals jullie kunnen zien, beste mensen, broeders, ook beste mensen thuis. De groene hekken daar aan de zijkant. Zeg maar de zijkant, daar ligt ook de professor, daar is de voordeur. Je hebt drie deuren, heb je. Kijk, drie gouden deuren. De eerste deur, daar ligt de professionele geschiedenis. Daarnaast, daar ligt zijn schoonvader Abu Bakr radiallahu anhu. En daarnaast is Omar radiallahu anhu. Als wij zo daar naartoe gaan, ik is daar druk. Het enige wat je moet doen, als je bij de deur van de professionele geschiedenis bent, moet je zeggen, assalamu alaikum ya rasulullah. Dan loop je weer door. Dan heb je Abu Bakr. Dan zeg je, assalamu alaikum. Abu Bakr. En dan ga je door, dan heb je Omar. Dan zeg je weer hetzelfde. Assalamu alaikum. Ja, Omar. Klaar. Je gaat hem geen dingen vragen wat de meeste mensen willen doen. Dat ze dingen gaan vragen aan de profeet. Begrijp je? Dat is shirk. Dat moet je niet doen, Barakallah. Het is het enige wat ik je net zei, de vrede is gelukkig. Hier is de rode hier al. Zo druk. Ja. Zijn. Abdoua, probeer een beetje mee te lopen. Ja. Ja, geen mensen in. Dit is de moment van de waarheid, beste mensen. Ja. Wat moet ik zeggen? Inshallah. Dit is ook een hele emotionele moment. Hij kan naar deze naam zijn. Kom maar. Assalamu alaikum. Waarom? Omdat hij de professor alles in hem legt. Nee. Deze knop moet je niet aanraken. Ja, zo is het. Assalamu alaikum rasulullah. Dit is echt een emotionele moment voor heel veel mensen, voor mij ook. Hier is de deur van de professor. We zijn echt heel dichtbij, hè. Kun je dan nagaan dat wij gewoon tegenover het graf van de professor zijn. Niet tegenover de graven van onze oma's, grootvaders, of wie dan ook. Nee, tegenover de beste man die ooit op aarde heeft geleefd, de professor. Nou, kom maar, dan zeg je ja. Assalamu alaikum, ya rasulullah. Assalamu alaikum, rasulullah. Dan gaan we naar de volgende. Hele beste mensen. De mensen blijven altijd hangen hier, moet je niet doen. Niet doen. Gewoon doorlopen. Je hebt de professor aan mensen een vredesgroet gegeven. Dan ga je naar Omar. Hier is Omar. Dan zeg je assalamu alaikum, ya Omar. Assalamu alaikum, ya Omar. Dan gaan we door. Of nee, sorry, Abu Bakr. Abu Bakr. Abu Bakr. Dan zeg je assalamu alaikum, ya Abu Bakr. Dan gaan we naar Omar. En Omar kunnen we dichterbij komen. Kom maar. Hier ligt Omar. Hier zeg je dan, assalamu alaikum, ya Omar. Assalamu alaikum, ya Omar. Subhanallah. En dan gaan we door, inshallah. Kom maar. Subhanallah. Het gevoel is onbeschrijfelijk. Het is gewoon emotioneel. Om dit mee te maken, ik zou zeggen, hier kom je dan weer eruit. Ik gooi je slippers aan. Wacht even op de groep. Alhamdulillah, is het gemakkelijk, is goed gaan. Ja, vond je het leuk? Mashallah. Kom maar deze kant op, jongens. Ja, je mag vaker terugkomen samen. Dan lopen we deze kant op. Het is echt met de tassies. Zo worden we gaan naken. Ja. Waar zijn de vaders? Waar zijn de vaders? Broers, de vaders, waar zijn de vaders? Waar zijn die oudere mensen? Komen ze eraan? Okay. Wacht even op de groep. Waar is jullie Hajj? Ja, waar is jullie Hajj? Ja, Rasulullah, dien aan het jaar, schwaad, waar is jullie Hajj? En de rug van de aandacht. Ik ga erop naar het hek. We gaan kijken of Bagea open is, de begraafplaats waar 1000 metgezellen weg op neer zijn. Dan gaan we die kant op. En
سوري يلا لوب مدون ما خلنا ما خلنا أرباك الحمد لله كيك دار الزخرون الكبو zoals je net hebt kunnen zien we waren precies daar beneden waar de profeet sallallahu alaihi wasallam lag en Abu Bakr en Omar hebben zijn er langs gelopen alhamdulillah en nu gaan we naar de begraafplaats. Wij zijn hier natuurlijk om te leren en om geen geld te verdienen, niet om bid'a of shirk te plegen. Ja. Begrijp je? En dit is ook een leermoment voor de mensen thuis ook. Dat is één voor de tijd. En bij elke sala hebben jullie gezien ook dat er wel een jannah is, een gebed is van misschien wel 8 à 9 mensen die overleden zijn, subhanallah. Die worden dan gedragen gelijk naar de plek hiernaast. Hiernaast is de begraafplaats genaamd Baqi'. Hier liggen meer dan 1000 metgezellen. Maar ik denk dat de deur dicht is. Ja. Nee, de deur is dicht. Het is pas alleen na Janaza is het open. Nee jongens, de deur is helaas dicht van de begraafplaats. Die gaat meestal open naar de sala Janaza. Dan lopen we even terug naar onze groep. Kunnen we even gaan eten toch? We hebben honger hè? Ja, toch? Gaan een beetje eten inshallah. Nee, is dicht. Ja, na sala. Beste mensen thuis, barakallahu'alaikum. Ik hoop dat jullie hebben genoten en hebben geleerd van onze momenten ook. We proberen inshallah met Stichting Najiba en reisbureau Tamhid proberen we vaker live te komen om jullie ook de ervaring samen met ons te delen wat wij meemaken inshallah hier in Masjid Nabawi Medina waar onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam ligt. Ik zou zeggen blijf de video delen, laat ook de mensen zien waar wij mee bezig zijn. En dat jullie volgende keer ook de kans krijgen om mee te gaan naar deze gezegende plek. Allah, beste mensen, als jij hier bent, je zal nooit spijt krijgen van je leven. Je zal alleen maar zeggen, waarom ben ik hier niet eerder geweest? Of niet, Aghi? Barakallahu fikum en tot ziens, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hij is dicht. Even kijken, misschien zijn er nog vragen die ik moet beantwoorden. Er is een Nederlandse jongen. Ik weet niet. Hebben jullie allemaal de graf bezocht? Ja, het was goed gegaan, mashallah. En jullie weten ook dat het huis van IJsa. Ik kan helemaal niks zien door de zon. Het is het huis van IJsa, maar dat weet jullie allemaal. Geer inshallah, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Morgen inshallah, om 8 uur, hebben wij excursie. Gaan we naar een aantal belangrijke plaatsen bezoeken van Medina. Gaan we sowieso naar Jebel Uhud. En gaan we naar Masjid Quba. Dus morgen om 8 uur, dus om 7 uur gaan jullie ontbijten. En om 8 uur is de bus. Wees alsjeblieft op tijd. Waarom? Want wij willen hier op tijd terug zijn voor het gebed. Dan zal je met me hier aan de ziyara in Medina. Dan zie je Jebel Uhud. Dan zie je Masjid Quba. كونوا في الوقت وقت لو فيكم باش ما نعطلوش على الصلوات تيمشي ان شاء الله غا 8 الصباح غنخ الزياره غنروح الزياره غير بعضي مشاهدين في المدينه خصيت حضان غا 8 تيريم باش نروح للطوبيس. يجازيكم بخير، راح تديروا وقت
باش نجر الصلاه الضوء ديال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصها واحد 11 الصلاه يعني خصنا نحافظوا على اي صلاه في المسجد اما ما تسهلوش يعني الامور تقولوا دابا نمشي نسخروا ولا الامور شي حاجه لا حنايا الهدف ديالنا هنا باش نصليو اي صلاه اي صلاه في المسجد وخصوصا يعني انسان صلاه الجنازه الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل يعني الفضل من الله عز وجل كتجمع يعني الحسنات حنايا جينا هذه الاماكن جينا باش نجمعوا الحسنات يعني وكل شيء بنا كيحتاج الحسنات فهذا اما حسنات سنودر So we zijn hier om de hasanets bij elkaar op te rapen. Wow. Zoals broeder Murat ook eerder heeft gezegd, voor de jongeren, jullie kunnen met de begrafenis, in ieder geval, dan kun je met de gaan naar begrafenis toe meemaken enzovoort. Dat zijn allemaal jullie hasanets die jullie kunnen verdienen. En we gaan door, want wij mogen geen groepering meer maken. We gaan even eten. Ja. We gaan even met alle eten, inshallah. Ja. Een andere belangrijke punt is... Jullie zien heel veel mensen hier bidden, maar dit is voor de imam. Ja, klopt. Ja? Heel belangrijk om te horen. Nou. Dus al degene die buiten bidden, of probeer het beste in de moskee te bidden, maar stel je voor je bent theater, je wilt toch nog het gebed verrichten. Meemaken, dan kun je zorgen dat je voor die palen bidt. Want anders bid je achter de palen een beetje voor de imam en wij horen achter de imam te bidden. Ja. Ja. Dus dit is wel Sarah. Ja, dat is een hele belangrijke punt, barakallahu fik. Ik zou zeggen, geniet ervan, mensen, geniet van jullie momenten. Want voordat je het weet, zijn we weer terug. Dan ga je zeggen, waarom heb ik dit niet gedaan, waarom heb ik dat niet gedaan. Dus pak al jouw kansen nu. خير ان شاء الله mensen thuis بارك الله فيكم voor het kijken en inshallah tot de volgende live sessie inshallah ik denk dat de volgende live sessie met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala als we mogen filmen denk het wel op begraafplaats Baqi' dat ga ik straks proberen live te filmen En dan neem ik jullie mee, inshallah. Want het is een hele grote beloning. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Wie een begrafenis gebed bijwoont, krijgt één qiraat. En wie de begrafenis bijwoont. Dus bijvoorbeeld als je iemand met de begrafenis doet meeloopt tot zijn graf en je begraaft hem. Krijg je qiraatijn. Dus twee qiraat krijg je dan. En wat houdt deze qiraat in? Is even groot als een berg Uhud. Zoveel hasanat krijg je dan. En de berg Uhud, beste mensen, is gigantisch groot. Dan moet je niet alleen maar naar het vorm berg Uhud kijken. Maar nee, zelfs ook naar de kleine steentjes die er bovenop zitten of eromheen zitten. Dus zoveel hasanat krijg je als je Salatul Janaza bijwoont. En de begrafenis doet bijwoont tot diegene begraven is. Beste mensen, hier moeten we natuurlijk gierig voor zijn en vastklampen om deze hasanaat binnen te slepen. Want deze hasanaat hebben wij nodig, beste mensen. Wallahi, we hebben deze hasanaat nodig. Dus, geer inshallah, we gaan het proberen straks. Om elke keer, elke salah gaan we proberen met de jongeren naar zo'n begrafenisstoet bij te wonen, inshallah. Barakallahu fikum, ook voor de mensen thuis. Mochten jullie ooit een keer met ons meekomen of met een ander reisbureau, dan weten jullie dat. En dan hebben jullie deze kennis over. Geen inshallah, barakallahu fikum nogmaals. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.